Omdat we het heel belangrijk vinden dat de inwoners van Druten ook een beeld hebben bij wat wij bedoelen met de noodopvanglocatie, hoe die eruit komt te zien. Dat ze alle ruimte hebben om vragen te stellen aan COA, aan politie, aan welzijn, die ook vrijwilligers werft aan de gemeente. Dus eigenlijk gewoon voor burgers informatie ophalen en met plaatjes al inzichtelijk maken. Hoe wordt het dan? Nou, op dit moment zijn we nog vol in ontwikkeling en zorgen dat we het terrein zo snel mogelijk klaar hebben voor de bebouwing. We zijn bezig met bestellen, in ieder geval met het zorgen dat we de woonunits beschikbaar hebben. Wachten op de aannemer dat die daarmee aan de slag kan. Dat wij samen met het COA alle mogelijke moeite doen om hun een prettige woonplek te geven. Maar ook te zorgen dat ze zich ook prettig gedragen in onze gemeenschap. En het voor iedereen eigenlijk prima is zo dat we opvang bieden. En mensen kunnen meelopen in de samenleving. En uiteindelijk gaat de locatie weer weg. Om de asielzoekers een warm welkom te geven, worden er vrijwilligers ingezet door welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar. Deze vrijwilligers gaan verschillende activiteiten ondernemen met de asielzoekers. Meer voor Mekaar is een welzijnsorganisatie. En dat betekent dat wij er zijn voor alle inwoners van Druten en Wijchen. Allerlei dingen organiseren in het kader van waar wij nu hier staan. Wij hebben ook een hele grote poot, een vrijwilligerscentrale. En wij werken zelf natuurlijk heel veel met vrijwilligers, maar wij zijn ook een vacaturebank voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen in Druten. Toevallig toen ik hier net kwam, werd ik gelijk aangesproken door een inwoner van Druten die gelijk zei, ik wil graag komen helpen. Is dat mogelijk en wat is er dan mogelijk? Je moet je voorstellen dat als jij hier zit in een opvang en je hebt niks te doen, dat het best wel leuk is als er mensen zijn uit de omgeving, dus uit de gemeente Druten, die het leuk vinden om jou te ondersteunen met het oefenen met de taal bijvoorbeeld. Of leuke activiteiten organiseren of een soort van maatje die meegaat het dorp in en een beetje de weg wijzen. Kan van allerlei dingen zijn. Tijdens de inloopavond worden er verschillende vragen gesteld door de inwoners. Ook kunnen ze eventuele zorgen uiten. De vragen die vooral voorbij komen is natuurlijk van ja, wat verwachten jullie als politie van de overlast? En ook wel mensen die zich zorgen maken over dingen die ze natuurlijk op tv zien. Dus dat zijn wel dingen die veel voorbij komen. Ze kunnen altijd gewoon de politie bellen. Dat blijft ook al, ja, het is een noodopvang, maar het is een stukje Druten wat erbij komt. En dat blijft, weet je, de politie is er gewoon. Dus ze kunnen altijd gewoon het algemene nummer bellen, 0900 8844, als ze een melding willen maken of iets willen delen met de politie. Ze kunnen ook altijd naar de wijkagent vragen. Nou, dan komt de informatie bij mij terecht. En als er spoed is en mensen een onveilig gevoel hebben, dan mogen ze altijd 112 bellen. En dan komen wij zo snel mogelijk de kant op.